Julie van de Steen is radiopresentatrice en een van de juryleden van The Masked Singer. En vandaag was ze de gast bij Gossip Guy Podcast. Hallo allemaal. Vandaag spreken we met Julie van de Steen. We mogen toch zeggen dat die niet bestaan aan de paasklokken? Wat? Ik ben wel een propper. Ja. Oh. Maar hoe leuk is deze podcast? Dat is de clip. Dat zou we nodig hebben. Ik ga dit de komende maanden nog een paar keer mogen zeggen, maar deze aflevering is gesponsord door Zalando, baby. Heel deze aflevering heb ik een paar pieces aan van Zalando, zoals deze trui en deze schoenen. Als jij kleren nodig hebt, check Zalando. En aan het eind van deze aflevering mag ik ook 50 euro aan Zalando tegoed weggeven. Dus thanks Zalando en thanks aan iedereen onder jullie die abonneert op dit kanaal. Want hoe groter dit kanaal wordt, hoe groter de gasten in de toekomst zullen worden. Bij 30.000 abonnees komen de tickets voor de live show online. Dat zal hopelijk in mei zijn, als we tegen dan die 30.000 gehaald hebben. Maar ook als je dat niet doet, don't worry, geniet van deze aflevering. Dat is Julie van de Steen. Wilt jij de intro doen, aangezien je op mijn plek zit? Hallo allemaal. Vandaag spreken we met Julie van de Steen. Exact. Dame, je hebt al wel wat podcast gezien, zeker? Nee, de intro is normaal gezien. Hoor mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Scholtes en vandaag zit ik hier met Julie van de Steen. Beter. Veel beter? Ja. Alright. Nu, ik weet goed wie dat jij bent, maar voor de mensen die nog niet goed weten wie jij juist bent, waar zouden ze kunnen kennen? Ofwel van de radio, ofwel van televisie. Denk ik, hoop ik, misschien. We zitten hier niet alleen, we zitten hier met mijn co-host vandaag. Ja. Normaal gezien is dat William, maar die heeft stage. Dat is eigenlijk een excuus die wou je gewoon echt niet zien. Maar ik heb het gevoel, als ik hier binnenkwam, die jongen wil mij niet zien. Hè? Ik kreeg zo al 3 verschillende excuses gegeven, maar die wou je echt gewoon niet zien. Er was iemand anders die je wel wou zien, namelijk Ilias. En waar zit hij juist? Ik denk dat Ilias wel in de zon wilt gaan zitten, onder een palmboom aan een strand. Komt hem ook net vandaan eigenlijk. Hè? Vitamin D. Ik wou echt letterlijk nog zeggen, man. Als ik iets moet kiezen, dan is het Mexico. Voilà. Is dat echt de droombestemming voor u? Sinds ik recent ben geweest, wil ik wel wonen, ja. Oké. Okay. Heb jij een droombestemming waar je een tijd zou willen wonen? Niet Antwerpen. Ja, ik... Fuck, is er mis met Antwerpen? Maar niks mis, maar... Ik associeer dat zo met veel files en onvriendelijke mensen. Wij zijn allebei Antwerpenaars. I know, daarom dat ik dat zeg. Ik wil een beetje vreveling in deze podcast. Oké, drama. Ik voel het. Komt goed. Nee, maar zo, ik heb wel zo lijstjes van waar ik naar op reis wil gaan. Like, ik wil heel graag in Zuid-Afrika nog doen. Ja. Portugal vind ik ook zoiets. Dus ik ben daar heel lang geleden geweest. Je hebt daar de Algarven en zo, dat soort dingen. De Azoren, dat. Maar ergens anders wonen? Nee, ik klaag wel heel veel over België en ik denk, fuck, België, dit en dat. Maar ik denk niet dat ik zou kunnen weggaan. Nee, ook niet voor een paar jaar? Maar ja, wat moet ik dan doen? Allee, ik bedoel, hoe verdien ik mijn geld dan? Dat is een goede vraag. Ik ben niet vlot genoeg in een andere taal om daar in de jury van de Masked Singer te gaan zitten. Nee, dat ga ik niet. Ja, ik heb dat ook heel erg. Ik zou heel graag in Barcelona wonen op een bepaald punt, maar van daaruit een podcast is moeilijker. Dan moet je kunnen Spaans? No. Ik heb dat wel begrepen. Ja, dus op zich, op die manier, gewoon ja-nee vragen, podcast. Dat is ook een goed concept eigenlijk. Dat is een keigoed concept. Ja, maar als ik de vragen moet stellen, is het moeilijker. Maar dan doe je gewoon computerstem of zo die de vragen stelt, zo Google Translate. Hey, of gewoon AI, het zit eraan te komen. Ik denk dat er genoeg audio van mij online staat om gewoon een volledige podcast te maken zonder dat ik er aan mee moet werken. Monday. Maar en dan die personality missen ze dan zo, alle fans. Oh ja, als je er gewoon een paar stomme woordmoppen insteekt, dan ben je er wel ongeveer. Zeg jij de man van de woordmopjes dan? De man van de woordmopjes, zo wil ik mezelf ook weer niet noemen. Hoe wilt jij jezelf dan wel noemen? Ik ben nu aan het interviewen op dit moment. Hè. Maar ja, dat is die stoel, ik zeg het, dat is gewoon wat dat doet. Hoe wil ik mezelf noemen? Gewoon Ender, meestal. Ja. Of Ender Scholtens. Dat zijn de twee dingen waar ik meestal bij ga. Maar, dat is gewoon uw voor- en uw achternaam. Klopt. Ja, we proberen hier ook altijd met de gasten van de week iets te doen rond hun naam. We hebben met Tom Waas vaasjes geschilderd, dus Tom Waas. Mm. Met Erik van Looy hebben we vliegtuigjes geplooid. Erik van Plooy. Oh. Met uw naam vonden we niks. Ah, dus, er is letterlijk steen in. Dus we hebben twee keien meegenomen om te schilderen. Terwijl... Ja, gewoon verder podcasten. Komen die echt van de straat hier? Nee, ik heb eigenlijk gepikt van een parking van mijn personal trainer vanochtend. Dus welke kei wilt jij? Ik wil die. De grootste. Oké. Okay. Ilias is trouwens ook de jury, hè? Dus als uw kei er lelijk uitziet... Ik heb u wel in Mexico gezet, hè? Dus wees mild. Er is glitter, er is verf, er zijn elastiekjes, er zijn googly eyes hier ergens. Oeh. We mochten al beginnen. Ik heb hier ook pareltjes. Oh. Lang geleden dat jij geknutseld hebt? Nee. Nee?
Nee, ik ben niet zo'n crea-bea of zo, maar ik teken wel heel graag. Oké. Okay. In de lockdown ben ik daarmee zo herbegonnen. Ik weet nog, ik lag in mijn bed, in mijn kamer, gewoon te kijken naar heel veel kleren uit. En ik begon dan zo mijn kleren te tekenen, maar dan begon ik ze te hertekenen in hoe ik het zelf mooier vond. Dus dat doe ik wel veel. Dat is cool. Ja, ben jij heel competitief? Ik zie dat in je hoofd wel. Als het over knutsel gaat, wel. Voor de rest niet echt. Jij knutselt veel? Nee. Elke aflevering. Okay. Tot zover. Lees moet even drogen. Ik hoop gewoon dat je kleren niet vuil worden met deze hele... Dat is niet erg, Okay. Zie je de factuur wel op? Ik ging daarvan drinken. Ik heb nog wel een koffie, als je nog een koffie wilt. Ik sta echt te bubberen van de cafeïne. Ik kan dat niet tegen. Nog steeds? Ik heb er... Ja. Zie. Oh, maar dat is echt? Ja, ja, ja. Oh, wauw. Ik dacht dat dat gewoon zo een... Nee. Bij wijze van spreken, gewoon... Nee, ik kan niet tegen cafeïne. Als ik de ochtendshow deed vroeger, dan dronk ik ook echt vaak geen koffie. Soms dan wel om die cafeïne kick te krijgen, omdat ik dan zo blablabla werd op de radio. Ja. En Peter, die vond dat vaak heel fijn, dat ik zo werd tegen blijf praten. Ja. Maar dat is wel gewoon handig als je iets met audio doet of eender welke show, dat er iemand naast je zit die gewoon kan blijven gaan. Ik heb nog nooit met Elias een podcast gedaan, maar met Willy is dat vaak dat ik zo even niks meer weet te zeggen en dat die gewoon begint te ratelen. En dat is kei nice. De betere koppels eigenlijk, hè? Als je elkaar kunt gaan aanvullen en... Ja, zeker weten. Prachtig. Letterlijk, dat is kei toevallig dat je dat zei. Ik maakte gisteren die joke nog dat ik precies twee relaties heb met mijn vriendin en met Willy. Dat is uw workwife. Ja, omdat zij allebei op dezelfde dag hadden zij gevraagd om samen de nieuwe Mario-film te gaan zien. En ik had eerst op Willy toegezegd en dan op Claudia. En dan heb ik tegen Willy gezegd van, ik ga met Claudia. En dan deed Willy als een heel boze vriendin begon zich te gedragen. Dus toen heb ik beseft dat ik inderdaad gewoon twee relaties tegelijk heb. En dat is eigenlijk de echte reden waarom die hier niet meer is nu. Eigenlijk, ik heb even een pauze gepakt. Nee. Zijn on the break. Ik ben trouwens klaar. Maar nu moet ik zien dat de rest droog is vooraleer ik mijn onderkant kan verven. Dat zou een hele goede clickbait geweest zijn voor geschreven pers. Die uitspraak. Julie, verf haar onderkant. Ja, het is sowieso een TikTok, als dat oké is. Mijn innerlijke kind komt naar boven nu. Dat is leuk, hè? Dat is echt therapeutisch. Dat is wel echt het doel. Wat zijn de dingen waar jij je mee bezig hield als kind, pak 10-jarige? Ik wou altijd naar de kunstschool gaan. En ik wou zo... Ik schilderde op mijn muren en ik wou zo... mijn je haar is altijd nice. Ja, nee. Mijn deuren ook en zo. Ik wou zo heel artsy zijn. Mm-hmm. En ik weet nog één keer, we hadden zo bamboe in de tuin. Ik had zo'n stok daarvan getrokken en ik wou er een balpen van maken. Want ik dacht, je moet dat verder bekijken dan. Dus ik had zo'n bik opengedraaid. Yeah. En het hartje, de dingen zelf, de balpen zelf eruit gehaald. En ik moest die bamboe nog hol maken. Dus ik had dan zo metalen saté-stok genomen om die hol te maken. En ik ben dat aan het doen en ik schiet uit en ik ga rak door mijn pink. Oh, ja, man. En op dat moment, ik weet nog heel goed waar ik zat aan de keukentafel, heb ik echt zo, denk ik, een minuut gewoon gestaard en gekeken. Fuck. Ja. En ik dacht, fuck, mijn mama gaat super kwaad zijn. Niet eens aan je eigen ding. Nee. Zo, en dan zo toch wat pijn beginnen voelen en dan zo, mama? Oh. En die komt kijken, die begint direct te panikeren. Ja. Dus we gaan direct naar de spoed. En dan pas kikte de pijn en de paniek bij mij in, omdat ik mijn mama zag panikeren. Ja. Dus ik... Oh. Oh shit, dat is wel serieus. Ja. Ja, dat is wel een ding. Je ouders zien panikeren is veel enger dan zelf stress hebben. Dat zijn de dingen die ik dan deed vroeger. Hè. En ik sprak ook met mijn honden. Ik had niet zoveel vrienden, want ik werd gepest. Dus we hadden zo altijd we hadden 3-4 honden, bijna altijd doorheen mijn jeugd en die van mijn zus. En ik weet nog, één van onze honden, ik maakte daar vriendschapsbandjes voor en zo. Voor haar dan maal 4. Ja. En ik sprak dan en ik weet ook dat ik altijd zo in haar oor zei, jij bent mijn beste vriendin. Oh. En als je mij begrijpt, knipper dan 2 keer mijn ogen. En dan was dat zo... Ja, zie, ze begrijpt mij. Zie je wel, wij levelen. Echt een hondenfluisteraar. Ja. Zalig. Ik ben ook klaar. Let's go, baby. Maar ik ben wel nog nat. Al die headlines hier. Dat was de bewuste. Alright, Elias. Tada! Van mij lijkt gewoon een steen. Paardenstaart. Maar niet zomaar een paardenstaart. Mediamarkt, medewerker, paardenstaart. Ja, toen had je er een, toch? Ik niet, maar ik zie een collega. Ik zie een collega voor u. En ik denk dat iedereen wel iemand voor zich ziet. Dus de mond is open, midden in een uitleg, vraagt u hoeveel processors uw computer nodig heeft.
maar als steen. Dus dat is mijn uitleg. Mijn uitleg is beter. Ik heb artistieker. Sorry hoor, ik ga even... Wow, ja, inderdaad. Ik moet er allemaal een beetje leren. Dit is een competitie, perfect. Je kent de Rubik's Cube? Rubik's Cube. Dit is hem. Maar anders. Je moet hem niet meer oplossen, want de oplossing ligt vlak voor je. Wauw. Ik had een applaus voor. Maar... ja, ik heb een steen, maar ik kan niet applaudisseren. Ja. Ik ga voor... Ik ben niet artistiekbaar, dus ik ga... What the fuck? Nee! Let's go, baby. Well played. Ik kan niet tegen mij verliezen. Zoals prijs, je mocht deze hebben van mij. Super. Wauw. Je bent verloren. Jammer. Was lang geleden. Echt? Nog iets verloren. Nee. Nee, ik win nooit. Jij doet gewoon weinig mee aan wedstrijden. Ja, ik... Dan kun je niet veel verliezen. Nee, voilà. Ja, ik ben eigenlijk totaal niet competitief, maar ik kan wel echt totaal niet tegen mijn verlies. Raar, okay. Hè? Zo gezelschapsspelletjes en zo. Echt waar, ik ben altijd degene die zo de sfeer verziekt, omdat ik zo... I don't care. Ah. Maar als ik dan verlies, dan denk ik... Ja, fuck. En ook zo tegen jongere neefjes en nichtjes dat je zo ja. Uniek kunt inhouden. Echt? Met unie laten... Ja, ja, met zo'n kaart laten kennen dan, hè. Ja, ja, ja. Ja. Ja, stom, I know. Ja, ik vind dat leuk, want dan is juist de kunst om die persoon die er niet tegen kan dat hij verliest, zo hard mogelijk te kloten. Ja, zoals je nu aan het doen bent. Eigenlijk wel. Met je stomme paardenstaartsteen. Maar ik heb een redemption. Ik heb een mogelijkheid voor u om u... Ja, hoe zeg je dat, te vergelden? Ja. Oh, oké. Okay. Ik heb hier €2,43. Dat is van u, als je mij kunt zeggen hoe de vier magen van een koe heten. Huh? Heeft dat namen? Uiteraard. Hoe de... Dat is dus toch niet gewoon maag, vier verschillende... Maag 1, maag 2, maag 3, maag 4. Nee. Nee, laat me opnieuw. De pre-voormaag, de voormaag, de maag en de postmaag. Dus de pre-voormaag, mm-hmm. De voormaag, mm. De maag en de postmaag. De pre-voormaag wordt ook wel eens in de volksmond de voor-voormaag genoemd. Mm. Mm-hmm. Ik vind het heel creatief. Kijk, als dit een mondeling examen was, ik was wel echt geslaagd, hè? Kom. Ja, voor een mondeling examen kun je u vaak eruit... lullen, maar de info moet uiteindelijk ook wel juist zijn, denk ik dan. In het leven is het zo zwart-wit toch niet allemaal? Klopt. Ja, maar die maag, ik wil nu wel weten wat die heten. Pens, de pens, dat is de eerste. Boekmaag. Hm? Netmaag en lipmaag. Maar... wist je dat echt niet? Nee, ik wist dat. Maar kom, hoe weet jij dat? Je hebt dat toch gewoon... Op... Dat is lagere schoolkennis. Random weetjes. Dat is lagere schoolkennis. Ingetipt. Lagere schoolkennis? Nee, jo. Lagere schoolkennis is hoeveel magen heeft een koe? En hoeveel heeft hij er? 4. De pens. Pens. Even checken of dat daar al bijgeleerd was. De pens, boekmaag, lensmaag en netmaag. Omgekeerd. Goed pens. Genoeg. Oké, zie. Geslaagd. 3 of 4 of zo, ongeveer. Hm? Vraag is, hoe krijgt het geld? Nee. Maar ik moet niet hebben. Laat hem zijn geld. Wow. Ik moet geen geld. Wie heeft er nog klein geld? Allee, bro. Dat is mijn frustratie. Wie heeft er nog klein geld? En wie heeft er nog klein geld als je naar een openbare wc wilt en ze vragen om 50 cent te geven en je hebt geen cash? Ja, maar dan moet je gewoon... afdrapen. Volle blaas, lege zakken. Vind ik echt... ik vind dat stom dat je moet betalen voor naar het toilet te gaan. Dat is een basisbehoefte. Je kunt daar letterlijk niet aan doen. Je moet... maar kijk, mannen kunnen overal naar het toilet gaan, behalve het groot toilet. Ja, maar je kunt niet daar... Allee. Jullie hebben zo van die... hoe heet dat? Urinoir? Urinoir. Let's go. Wij niet. Wij moeten echt al in dat kotje gaan en dan moeten we gaan betalen. Dus dat is oneerlijk. Dus daarom ben ik daar gefrustreerd over. Allee, ik bedoel, wij moeten dan inderdaad 50 cent betalen. Mm-hmm. Ja, maar bij mij was deze keer gewoon nee. En die heeft zich omgedraaid. Rug mijn kant uit. Je kunt hier niet betalen met Payconic. Dat was mijn vraag. Maar dat is raar, hè. Allee, ik bedoel, 2023 moeten we dat inderdaad wel gewoon kunnen betalen. Dat zou ik denken. Want het is of elke keer vragen, kan het alsjeblieft ook... met kaart of met Payconic. Of je moet zo'n rol van 50 centjes of zo mee beginnen sleuren. Maar nee, dat zie nee. Exact. Nee. Dus als ik een impact kan hebben op deze planeet, op dit land, zou het heel graag dat zijn. Geef mij gewoon een QR-code aan die wc's. Ja? Ik betaal heel graag. Ja, ja. Ik snap dat die dingen proper gemaakt moeten worden. Ik snap dat dat iemands job is en ik wil betalen voor die dienst, maar niet in 50 cent stukjes. Maar is dat echt voor die dienst? Is dat niet gewoon fooi voor die mensen voor de hele avond daar te zitten? Misschien. Die worden toch dofvies betaald? Maar ik kan er wel vanuit dat die het ook proper maken. Ja. Dank er vanaf waar je bent. Maar ik denk dat dat gewoon ervoor zou zorgen dat er minder gefrustreerde mensen rondlopen op deze planeet. Dat zou alles oplossen. Dat zou toch al iets oplossen. Niemand reageert nog onder HLN-artikels dan. Niemand is nog kwaad. Zou ze maar kunnen? Want er is een QR-code om pipi te gaan doen. Ik denk dat er minstens 3 mensen stoppen met die comments te droppen dan. En als we er 3 kunnen weg... Het is een begin, ja. Toch, hè? Heb jij zo kleine frustraties waar je op dagelijks... postbodes die zeggen dat je pakje geleverd is en die hebben nooit aangebeld. Heel vies. Heel vies. Ik word daar kwaad van. Terecht? Ik word dan zo'n Karen die wacht op de mail dat ik feedback moet geven over die diensten en ik geef
0 sterren. En dan vragen ze waarom. En dan ga ik al te graag alles daar ook aan invullen, want ik vind dat zo oneerlijk. Ik heb geen pakketje gekregen. Ja, nee. Nee, ik heb niet aangebeld. Ik heb zitten wachten tot als je ging aanbellen. En je hebt het niet gedaan. Je hebt de moeite niet genomen om tot aan mijn deur te gaan en aan te bellen. Heel terechte frustratie. Daar word ik boos van. Ik denk dat veel mensen die frustratie delen. Als dat kan opgelost worden, weer een paar huilen en komt er minder. Ja. Oh, nee, we het gewoon zo de lijst moeten afgaan op de deur. En alle kleine frustraties de wereld uithelpen. Als er geen frustraties meer zijn. Ja. Ik heb een cadeautje voor u. Maar hoe leuk is deze podcast? Dat is de clip. Dat zou we nodig hebben. Het zijn gedroogde worstjes. En niet voor u? Nee. Maar voor uw hand. Oh, dat is kei lief. Kip is zijn lievelingssmaak. Serieus? Wat had je dat kunnen weten? Let's go. Ik research. Oh, dat is kei lief. Ik ga die doos ook meenemen, ik vind die mooi. Die gebruik ik voor elke gast ooit. Het is het einde van een era, omdat Julie gewoon zegt van, ik wil die wel hebben. Kip is favoriete maaltijd? Ja, is daar wel zo een tijdje allergisch aan geweest. Mijn hond is zo, moet zo hypoallergene... Oh. Ja, ik wist niet dat honden dat ook konden hebben. Dat is wel echt zot. Dat is zo een variant op gluten en al. Een hond met hondenallergie? Ja, maar dat bestaat veel meer dan dat je denkt, hoor. Dat is echt een stomme joke, gewoon. Dat bestaat echt? Natuurlijk, tuurlijk. Oh, dat is keilastig. Dat is echt... die was constant aan het overgeven en zo dan, maar nu... Wacht, maar ik bedoel, een hond die allergisch is aan honden, dat weet ik niet dat bestaat. Okay. Dirk is niet allergisch aan honden. Alright. Ik ben wel allergisch aan honden en katten. Maar Dirk verliest geen haar. Dan moet je oppassen, want Ilias verliest wel haar. En die hebben zo hetzelfde haar. Dus een hondenallergie, maar bij Dirkie... Ja, dus hij niet, omdat... Ja, heeft nooit iemand mij dat uitgelegd, hoor. Dat die, als die hun haar verliezen, dus als die ruiven, dan komt er zo'n soort stofje vrij en daar ben ik allergisch aan. Okay. En dat was pas vanaf mijn 14 of zo. Dus dat heeft een dokter ook uitgelegd, dat om de 7 jaar je bloed of zo vernieuwt en dan kan een allergie weggaan of komen. Ik heb mijn hooikoorts gehad. Oh my god, en ik heb toen hooikoorts gekregen ook. En huisstofmijt. En allergisch aan paarden, maar ja, ik ben daar super bang van, dus ik blijf weg van paarden. Dat was de natuur die u al had gezegd van... Nee, exact. Je gaat dat niet leuk vinden als je daar te dichtbij komt. Mannen ben ik ook allergisch aan, maar ja, dat is al dan beter. Je hebt iets zo kaart te niezen hier op de deur. Dat is lastig. Was dat niet een heel moeilijk moment voor je om te horen? Je bent allergisch aan honden? Ja, want ik ben dus opgegroeid met honden. Ja. En daar lopen ook katten. Maar katten is wel erger bij mij. Okay. Dat is veel erger. Vind je dat erg? Of? Maar ik ben niet zo de persoon die zegt, ik ben een kattenpersoon of een hondenpersoon. Mm. Dat nu niet. Allee, ik zou een krokodil aaien als die mij niet zou bijten. Als ik dat weet. Ja. Okay. Maar ik heb geen kat, dus ja. Maar veel van die medicatie, waarschijnlijk zul jij dat ook wel weten, maakt u moe. En dan kunnen we dat vaak niet pakken, want ja... Zo die stomme... Je mocht ook de bijwerkingen niet te vaak lezen voordat je medicatie pakt, want dan wil je dat een duur niet meer pakken. Ja, Ik had pilletjes dat ik pakte en ineens werd ik elke ochtend wakker met een bloedneus. En dat ik dat begon te lezen en dat stond inderdaad bij de bijwerkingen. Dat ik dacht van, what the fuck, waarom ben ik dit aan het pakken? Amai. Dat is veel minder erg dan af en toe eens niezen. Ja, snap ik wel. Ja, dus je bent toch gestopt? Nee, ik doe het nog steeds. Ik ben ook niet meer allergisch, ik vind het gewoon tof. Mm. Nee, natuurlijk niet. Ik heb ondertussen... Ik krijg echt goede pillen, man. Ik krijg echt goede hooikoortspillen. En ook ben ik vanochtend voor het eerst mee begonnen. Kent je een neuskannetje? Ah, is dat zo voor je snot daaruit sproeien? Ja. Zo? Allee, zo laten lopen? Zo? Exact, exact. Gewoon zoutoplossing in iets dat lijkt op een pijp of een soort toeter. In één neusgat en alles wordt meegepakt en loopt eruit langs het andere neusgat. Ja, dat is wat ze bij babytjes doen, toch? En we gaan dat nu doen op de podcast. Nee, ik kan daar echt niet tegen. Het gevoel dat je het verdrinkt. Ja, toch? Maar echt, want dat komt... Misschien is mijn neus fucked, maar dat komt op een duur ook in mijn mond en zo. En dan moet ik, ja. Maar ja, dat is allemaal verbonden, hè. Het is niet de beste start van een ochtend. Maar ergens ook wel. Je kunt echt schone lei. Nieuwe dag. Ja. Nieuw begin. Vrije neus. Pasen komt eraan. Ah ja, dat is waar, ja. Ging jij vroeger paaseitjes zoeken? Nee. Nee? Nee, dat was zoiets dat wij niet deden. Allee, waarschijnlijk zullen we dat ooit wel gedaan hebben. Dus als mama en papa meekijken, niet boos zijn omdat ik dat vergeten ben. Ja. Maar nee, dat is zo niet levendig in mijn geheugen nu. Vind je dat jammer? Is dat zo een ervaring dat je eigenlijk wel had willen hebben? Maar ik vond zo... Ik weet niet, we mogen toch zeggen dat die niet bestaan, hè, de paasklokken? Wat? kan niet acteren, fuck. was het in uw hoofd altijd een... Oké, dit vind ik echt interessant. Maar ja. Was het een paashaas? Was het een haas, normale hazenformaat? Was het een human-sized haas? Of mega waren het klokken die rondvlogen door de tuin? Klokken. En ik dacht al van in het begin, dat kan niet. Het waren ook maar stille klokken. Het waren niet
Jawel, die, die luiden. Want in mijn hoofd was het altijd een haas, de grootte van een mens. En dan begon ik te denken, misschien is dat gewoon een man in een hazenpak. Ik had ook theorieën daarover. Vaak, dat is wel al horror shit, vind ik zo. En dan begint dat inderdaad wel viezig te worden. Dus jij wordt elk jaar deze tijd een beetje bang. En jij wilt daar nu een beetje over praten? Nee, we zijn bezig. Maar dat was niet het doel van de podcast. Maar wel het doel van de podcast is, is om u de ervaring te geven van paaseieren te rapen. In deze studio zijn een kleine 20 paaseieren verstopt. Nee. En we gaan die samen zoeken. Maar jongen, moet ik eens zien hoeveel shit dat hier staat? Moet ik dat allemaal... Shit? Het zijn allemaal... Hoeveel spulletjes en hebbedingetjes hier staan in jouw studio? Beter. Beter. Ga je dat zo warm-koud zeggen als ik in de buurt kom? Nee. Ik zou gewoon luider en zachter... Wacht. Zijn het lekkere paaseitjes? Karamel zeezout. Mm. Nootjes? Okay. Nootjes niet. Oké, laat maar. Ik heb één smaak gekocht en ik vind die zelf super nasty. Maar ik heb die nog nooit geproefd. Pistache, want die vind ik lekker. Nee, advocaat. Ja, waarom de fuck heb ik dat gepakt? Alcohol, hè? Niet lekker. Nee. Niet lekker, nee. Ik was ook wel degene... Allee, was ik ben degene die dan zo roffelt in de doos, kijkt, bijt en dan... en dat teruglegt. Dat is smerig, gewoon. Zullen we ineens gaan zoeken? Och, we? Ja. Je gaat mee, hè? Ja. Ik heb er al. We zijn nog niet aan het filmen. Kom, Martin, we zijn weer te laat. Zijn we bezig? Twee. Nummer één. Twee al. Oh ja, ik heb er op één plek twee gelegd, inderdaad. La. Cool. Hier, nog één. Hoeveel zijn er? Dat is echt een probleem. Drie, ik weet vier. Dat niet. Super easy. Yo, is het altijd met die dissen, Julie? What the fuck? Ofwel zeg jij gewoon heel onzeker. Misschien moeten we die drie hier even onderzoeken. Ja, misschien moeten we dat wel. Wie is dat te velen? Dus dat is het probleem. Ik weet niet hoeveel ik er gestopt heb. Ik heb wel echt dingen te doen, hoor. Wauw. Ik vind het wel leuk hoe enthousiast dat je reageert als je eentje vindt. Ik heb ze allemaal, denk ik wel, hoor. Nee. Oeh! Oeh! Ik sta de inner child. Ik heb nog één. Kluis? Ja. Sorry, maar mijn handen worden te klein voor alle eieren die ik vind. Ik ben klaar. Ja? Hoe kan ik dat nu gezien hebben? Vlak voor je neus. Nee, maar ik zie zo hoog niet, dus daarom. Dat is een slecht excuus. Ja, ik kan hier niet tegen mijn You tried. Ja, ik ben wel 100% zeker dat er hier nog keiveel liggen. Die waarschijnlijk ook nog keilang gaan liggen. Ja. Niet ideaal, maar hey, so be it. Zijn er zo nog ervaringen dat jij het gevoel hebt dat je gemist hebt als kind? Ik ben zoveel stomme moppen in mijn hoofd aan het laten gaan nu. Zeg ze? Nee. Wat zijn zo van die donkere moppen, zoals vrienden hebben? Ja. Nee. Is het waar of is het echt een mop? Ik had één vriendin of zo. Meer dan genoeg uiteindelijk. Hè? Ja. Nu beseft je zo wel dat dat genoeg is, toch? Ja. Vind ik ook wel. Het was altijd zo cool om met zoveel mogelijk mensen goed overeen te komen, maar kwaliteit veel belangrijker dan kwantiteit. Ja, dat is zeker. Maar dat weet je niet als je 10 jaar bent, natuurlijk. Ja, ik ben wel, zoals ik daarnet ook zei, super zwaar gepest geweest en zo. Dus ja, op dat vlak misschien wel heb ik zelfzekerheid gemist en het vertrouwen in mezelf. Oh. Maar ja, nee, ik ben daar nu mee lachend aan het zeggen, maar ik heb wel alles mogen doen van mijn ouders. Ik ben naar de muziekacademie mogen gaan, ik heb dictie gevolgd, ik heb drama woord gedaan. Ik mocht dat allemaal van mijn ouders. Ik heb in de scouts gezeten, mocht gaan dansen. Dus al dat soort dingen mocht ik wel. En het leuke was ook, wij deden vaak zo, mijn zus en ik, zo van die blozo sportkampen. En dat was een tenniskamp en mijn mama kocht dan zo echt zo'n tenuke, alles erop en eraan. Zweetbandje aan elke pols op je hoofd, zo. Cute. Echt zo heel cute, inderdaad. Maar dan staan we daar zo echt helemaal gelijk. Komen we precies net uit een doosje, staan we daar. En dan werd ik daarmee uitgelachen. Oh. Zo zelfs door de monitor, die zo zei van... Ja. Oh, en eigenlijk was het dan cool om daar dan gewoon zo in zo tweedehandskleren van iemand te staan. Oh, een jogging. Ja, en dan ook paardenkampen al gedaan. Toen heb ik mijn angst voor paarden ontdekt. Ik dacht dat je zeggen overwonnen, maar inderdaad. Nee. Ik steeds bang. Nee, ik heb daar gezien hoe dat dus een kindje achter een paard stond. Dat mogen we dus nooit doen. Oef. En die heeft een kick gekregen en die is echt meters ver gevlogen. Oh. Dat is echt traumatisch. Je moet niet lachen, mezelf. Je mag niet kijken als een video was. Ja. Maar dat was geen video, ik heb dat live meegemaakt. Wow. Ja, ik heb dat live meegemaakt. Wow. En was alles oké? Okay? Ja, die leeft nog en zo. Hè. Ja. Oef, die heeft heel veel chance gehad. Ja. Nee. Ik heb al te veel van dat soort verhalen gehoord, ook van mijn vriendin, van mijn broertje. Dingen die fout zijn gegaan met paarden, omdat uiteindelijk gewoon
nog steeds wilde beesten zijn. En ja, als tuurlijk. Jij niet echt de controle hebt over zo'n ding dat exact. 10 keer zo zwaar is als u. En ze zeggen ook dat die ruiken dat je bang bent. Hè? En dan als je denkt, van, ik mag niet bang zijn, ja. Die ruiken dat all over you. En dan denk ik, gewoon lopen. Mm-hmm. Gewoon lopen. Maar dat is ook zo, dat wordt over zoveel beesten gezegd. Over honden en zo, ja. Ik wou eigenlijk ook een paar vijgen verstoppen voor de mensen die na Pasen zouden kijken. Snap je? Stomme joke. Blijkbaar is dat effectief nog niet het seizoen. Ah, van vijgen. Dus dat, we hebben dat nog niet. Is dat dan echt een ding, vijgen na Pasen? Ik heb nog nooit een vijg gegeten, besef ik eigenlijk net. Om naar het toilet te kunnen gaan, zeggen ze dat dat goed is. Alright, dan weten we dat ook. Dat smaakt niet naar veel. Dat is zo een interessante textuur. Moet je wel eens proberen. Yeah. Er is echt een periode voor dat je een vijg hebt gegeten en een periode na in je leven. Right. Ja, ik hou BV in, maar dat is ook niet goed. Boterhammen of spaghetti? Spaghetti. Hoeveel kilometer aan spaghetti-slierten denk je dat je al gegeten hebt in je leven? Hoeveel meter is een kilometer? Hoeveel meter is een kilometer? Een kilometer is 1000 meter, toch? Ja, maar ik ben daar nooit goed in geweest. Alright. Hoe lang is een spaghetti-sliert? 20 centimeter. Maar ja, in welke toestand is de spaghetti-sliert? Hoe blij en excited is de sliert? Is die al gekookt? Dus een bord spaghetti-sliert, hoeveel zijn het er? Ik denk, ja, hoeveel zijn Doen het er? We 50 tot 100, zeg je? Ik zeg 75. 75? Het is ze zien hoe groot dat je bord is. Ja, dat is een moeilijke om natuurlijk... Ik denk 2 kilometer, 3 kilometer. Ik ben ook wel al ouder dan u, hè? Best waar. Veel ouder. Heel ouder. Nee, ik weet dat niet, want jij zei er net van, ik heb een leerkracht gehad die ongeveer uw leeftijd is. Ik kan uw leeftijd gewoon niet inschatten. Hoe oud denk je dat ik ben? Maar ik moet oppassen. Ben ik op glad ijs? Of is dat voor u niet gevoelig onderwerp? Nee, dat is niet gevoelig. En ik heb ook wel mijn leeftijd gezegd. Tegen mij ook al? Ja, je waart in de ruimte. Je was gewoon niet aan het luisteren. Maar dat is meestal. Ja, super. Goed dat je mensen uitnodigt dan. Ja, exact. Ik mag gewoon zo zoned out en dan spaghetti of boterhammen. 30? Ja. Exact? Ja. Cool. Sorry, maar gisteren had ik een shoot. Ik wil even zeggen, shout-out naar Elias Verwild. Ja? Kijk goeie foto's. En die dacht dat ik 22 was. Dus ik vind even heel grof dat jij mij 30 hebt geschat. Nee, maar het is omdat ik het daarnet gehoord dat ik eigenlijk ook 20 zeggen. En jij hebt mij ook jonger geschat. 23. Mm-hmm. Maar van het moment dat ik je leren kennen en die boomerhumor had gehoord, wist ik wel. Mijn boomerhumor, nee. Mijn maturiteit was voelbaar. Maar jij hebt daar net gezegd van, oh, ik maak mijn onderkant net bij die steen. En wie was er aan het lachen toen ik dat zei? Wij, maar wij hebben een excuus. We zijn... Boomers? Want jong, je hebt net gezegd dat ik boomerhumor heb. Maar wij lachen over de camera. Dat is gewoon het grapje doen. Maar. Anders hebben we geen TikToks. Fake it till you make it. Wow. Het moest ooit eens gebeuren. Nog niemand heeft ooit een opmerking gemaakt over mijn lach. Echt? Ja, dus je gaat eerst... Wauw, ik zal het raadje wel laten. Dat is intens, dit. Nee, 2 kilometer is uw gok van aantal kilometer spaghetti stief. Je hebt dat even onderzocht, hoeveel dat echt is. Ik wou dat eigenlijk doen, maar ik ben mijn rekenmachine vergeten. Yo, ik wil eigenlijk gewoon in de comments graag een paar formules zien. Zou iemand voor mij kunnen uitrekenen de lengte van een spaghetti sliert, het aantal slierten per portie, dan kan iedereen invullen hoe vaak dat zij per maand of whatever spaghetti eten. Dan vermenigvuldig je dat met 12. Ik ben echt al weg. Ja. Als iemand, please, dat in de comments kan droppen, ik ben echt enthousiast om mijn cijfers in te vullen in die vergelijking. Je moet dan al weten, je moet echt al zo'n vaste spaghetti-dag hebben of zo. Je moet al weten hoeveel keer dat je op een maand eet. Bij mij is dat al zo op de bots dat ik denk, ik heb zin in spaghetti, spaghetti eten. Maar dan is dat voor u dus 1 keer per maand. Maar er zijn mensen die, sommigen hebben waarschijnlijk spaghetti-dag. Misschien dat er iemand in een club zit. Misschien dat er iemand spaghetti-eetwedstrijden meedoet. Mm. Kan allemaal. En dan kunnen we uitrekenen hoeveel kilometer spaghetti-slierten dat iedereen heeft gegeten. Ja, en dan komt dat dus uit bij welke soort persoonlijkheid je bent. Dus dan heb je de dat eter, is... de... Ja, okay. Wel interessante persoonlijkheidstest. Ja, misschien is dat iets wat dating-apps en zo moeten implementeren. Mm. Gewoon nummers invoeren en dan komt je... Ja. Goed idee. Dat je die samen spaghetti gaan eten? Of juist helemaal niet. Heb jij een favoriet gerecht? Als er nu aliens komen, jij bent alleen. Er is niemand rondom je. Er komen er 3 naar beneden en die zeggen, Julie... Die kennen mijn naam. Ja, zeg Julie, wij hebben honger. Geef ons 1 gerecht. Kook voor ons iets of raad ons iets aan. Kan je het bestellen? Bestel ons iets. Mm. Als het goed is, leeft deze planeet nog een dag. Oh my god. Als het slecht is, gaat het moederschip en heel onze vloot boven ons deze planeet kapot maken en is het uw schuld. Oh, zoveel druk op mijn schouders, man. Tuurlijk. En het is gewoon donderdag. Ja. Maar anders krijg je een antwoord van, ik heb geen favoriet eten. Dus wat is uw antwoord? Okay. Ik zou zeggen, barbecue chicken pizza. Oeh. Ja, oké. Okay. Dat is altijd goed. Heel solide keuze. Leeft de planeet nog? De planeet leeft nog een dag. Okay. Als ik de alien was, ik laat de planeet leven.
En dan morgen gaat hij dat opnieuw vragen. Maar niet met anders. Dus dan is het niet meer zorg. Dat is inderdaad niet meer zorg. Nee, maar is aliens bestaan? De groene marsmannetjes die we nu nog allemaal in ons hoofd hebben, weet ik niet of die, die specifiek bestaan. Ik geloof wel dat er ergens leven is. En als er zo om de zoveel tijd in het nieuws of weet ik veel waar ergens zoiets gezegd wordt van NASA heeft leven ontdekt, dan denk ik wel zo, fuck. En ik kan zo in mijn bed soms liggen of in de zetel en als ik dan zo plots veel tijd heb, denken van, fuck, hoe groot is het heelal? Dat stopt niet, hè? Ja, ja. En daar heb daar letterlijk al paniek aanvallen van gehad. Zo van, fuck, dat stopt niet. Hè. Wij zijn niks waard eigenlijk. Hè. Wij zijn maar zo... Oh, zie, ik zit er weer in. Dat is echt... Dus ik word daar wel wat bang van, ja. Denkt jij dat? Gelooft jij daarin? Dat er andere dingen buiten ons zijn? Ja. Tuurlijk. Ja. Een beetje egocentrische gedachte om te denken van, ja, we zijn hier alleen. Voilà. Het is van ons. En al die andere planeten en zo, wij zijn hier alleen. Maar denk je dan ook dat die ons in de gaten houden? Ik denk dat die heel verward zijn als die ons in de gaten houden. Als die naar ons kijken en die zien iemand met een Snapchat-filter met een hondentong, en die gewoon denken van, wow, ander kanaal. En dan gaan die naar een andere planeet. Ja, oké, dat is waar. Denk je dat er al aliens hier geland zouden kunnen zijn? Nu wel. Stel je voor. Nee, dit is wel zo'n cliché podcast-onderwerp. Aliens. Ik vind het altijd wel eens leuk. Wat zijn de cliché podcast-onderwerpen? We mogen met niks meer lachen. Aliens. En de piramides. De piramides ook. En dan schaars in papier of blaadst in schaar. Ja, of proper of fouwer. Ja, yes, die heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Ik ben wel een proper. Ja. Dat vind ik. Dat is niet raar. Ik ben gehaast. Ik wil niet lang op het toilet zitten en ik wil dat snel... Maar wat? Jij gaat echt je tijd steken in al dat wc-papier te vouwen. Dat is geen origami, hè. Dat is letterlijk een stippellijn voor u. Ja, wel. Het is dat wat je zegt. Prop. Dat vind ik crazy. Maar kom. Eerlijk? Red flag? Red flag? Ja, 100%. Maar ik gebruik enkele velletjes ook. Zoveel manieren. Er zijn mensen die ook langs de voorkant vegen. Nee, maar dat is gewoon ongezond. Je kunt daar als vrouw blaasontstekingen van krijgen als je dat doet. Ik wil een naam noemen, ik kan dat niet doen. Hè. Is het want ik denk dat je die kent. Tomwaas? Het is niet Tomwaas. Het is niet Tomwaas. Oh my god, zeg de eerste letter. M. Oké, ik weet op wie. Nee, we gaan dit niet exposen. Niet op deze podcast. En wat doet M? Ja, dus eerst zo en dan zo en dan... Nee. Ik heb thuis zo requisieten van dingen die je doet, liggen. Zo van die programma's of zo. Nooit een masker meegepakt? Dat mag niet, dat is keiduur. I know. Duizenden. Als we de ego's van Kevin Janssen en zo neem ik af en toe. Nee, dat is niet waar. Ik ben aan het lachen. Nee. Dat blijft wel aan u plakken, hoor. Ja. En Jensen Donker en zo. Allee, dat blijft aan u plakken, ze. Het is echt in uw kleren, hoor. Dus dat neem je mee naar huis. Of een plofcap van bij een radioshow of zo. Ah, dat wel. Dat heb ik wel. Ja. Oh, wacht, er komt van alles naar boven. Een beetje graven. Ik heb per ongeluk wel ook nog altijd een laptop van de VRT. Ja. Maar ik ga die teruggeven. Ooit. Ooit? Ja, als ik nog eens daar ben, ga ik die wel gaan terugbrengen. Ik wil u geloven. Ik heb ook een koptelefoon, maar ik mocht die houden. Het staat wel niet zwart op wit. Dat is mondeling gezegd wel. Staat er een logootje op? Nee, zo van die grote radiokoptelefoons, ja. Zo dat wel. Die zo een beetje verkleurd zijn, omdat echt veel mensen die al gedragen hebben. Ja. Dat is het, denk ik. Saai, hè? Sorry. Ik was vroeger wel zo een halve kleptomaan tijdens het feesten. Zeg je zo in die verkeersborden en al mee naar huis nou? De verkeersborden, kijk, als ik andere mensen het leven echt moeilijk maak, nee. Maar ik wou... Kijk, mijn vrienden dronken meer dan ik. En als ik na een avondfeest, als ik om 2 uur nuchter in een of andere plakkerige keet stond, dan dacht ik van, hoe ga ik deze avond leuk maken? Hoe ga ik de winst naar huis? Dan ga ik gewoon bierglazen en zo meepakken. En hoe dan? In een zak? Ja. Ik ben in thuis gekomen met een barkruk. Dat was de moeilijkste. Nee, dat was eigenlijk heel simpel, maar dat was wel de moeilijkste om mij naar boven te krijgen. Het was echt gewoon een soort spelletje aan het worden op een duur. Dat is niet oké, hè? Ja, dat is een beetje raar. Wat zou dat zeggen over jezelf? Oh, man, we zijn echt diep aan het gaan, hè? Nee, dat is... Gewoon het concept gratis vind ik heel cool. Maar niets is gratis, hè? Je kunt dingen gratis maken. De eerste keer dat ik zo influencer-eventjes was en zo, dat was gratis drank, of er stonden gratis blikjes van whatever. Ik pakte een rugzak mee. Hè. En dat was dan niet blikje, want dat stond daar om op te drinken. Maar dan dacht ik van, wow. Echt? Ik weet niet hoe lang dat deze influencer-gedoe kan duren. Laat ik er gewoon van genieten. En dan nam ik drankjes mee voor mijn vrienden die avond. Dan ging ik eerst naar de event en dan ging ik daarna met mijn vrienden om te feesten. En dan dacht ik, Maar hoe dan? Hoe neemt je dat dan mee? Door een cocktail in je rugzak gewoon? Nee. Maar als er zo blikjes. Dichte blikjes zijn, of ja, whatever, snacks, dat neem ik wel mee. Wow, ik vind dat nu niet zo verkeerd eigenlijk. Nee, ik moet dat terug beginnen doen. Eigenlijk. Ja, waarom zijn we daar ooit mee gestopt? Ja. De dingen dat jij prullen noemt. Allemaal gestolen. Yep. Deze is niet mijn studio.
Het is gewoon sleutels gevonden ooit. Gevonden in de zak van iemand anders. Ja. Ik weet niet, ik denk dat ik op een bepaald punt heb beseft van wow, dat is wel gewoon niet cool eigenlijk. Van een grote multinational, minder erg dan van een cafébaas die dan ineens 3 glazen mist. Ja. En daar begon ik me heel slecht over te voelen. Goed, wel dat je toch hem geweten hebt. Ja, ik heb dat gevonden ergens in Leuven. Ik heb dat gewoon meegepakt. Dan heb je veel over mezelf gedeeld eigenlijk, deze podcast. Ja, maar dat is goed. Dat is echt de stoel gewoon. En de steen. En de steen. En de die stoel steen. En de steen. Hey, wow. Maak je eigen podcast. Waar wilde jij nog naartoe eigenlijk in je leven? Professioneel, niet professioneel. Ik ga echt zo stom dingen zeggen, dindermonden of iets. Moet je wel eens meegemaakt hebben. Ja, ik vind dit heel leuk. Ja? Iemand vroeg mij laatst wat dat succesvol zijn is voor mij. En dat is voor mij geen bepaald bedrag of zo, maar dat is gewoon elke dag coole shit kunnen doen met mensen die ik graag zie. Mm-hmm. En ik heb het gevoel dat ik dat al een tijdje aan het doen ben. Daar ben ik heel dankbaar voor. Natuurlijk, ja. Dus snap ik denk gewoon dit blijven voortdoen voor zo lang mogelijk. Is mijn doel. En vernieuwen, paasuitjes zoeken door in middel van een podcast. Dingen doen die niet gebeuren in andere podcasts op dit platform. We hebben geknutseld, zo, dat soort dingen, een cadeautje geven. We hebben gisteren een brainstorm gedaan. De shit dat eruit is gekomen, is wel funny. Ik kan straks wel wat dingen laten zien, maar normaal gezien wil ik ook naar de studio hiernaast gaan, die 2 keer zo groot is. En dan is er echt ruimte om met degen, slikkers en zo te werken. Ik wil echt funny shit doen dat nog nooit gezien is op een podcast. Wat? Dus ja... Ik wil gewoon dit zo groot, zo cool mogelijk maken. Volgend jaar heel graag de overstap maken naar Nederland. Dit jaar sowieso al een paar Nederlandse gasten uitnodigen. Oeh, leuk. En eens het mogelijk is, echt internationaal gaan. Maar dat is voor mij mijn 3-jaren plan. Je hebt echt een plan? Een los ja, plan. Ja, toch? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ik denk gewoon dat er heel veel interessante mensen zijn op deze planeet. En ik heb door dit te doen al zoveel mensen ontmoet waarvan ik niet had gedacht dat ik die ooit zou ontmoeten. Tom Waas, alleen al. Dat is zo 3 jaar lang een rode draad geweest door de podcast. Dat echt? Ik zei van, ik wil echt graag eens met Tom Waas praten. En zat is dat hier. Je grote voorbeeld? Dat is een van de eerste mensen die iets op tv aan toe waren. Want ik dacht van, dat is echt cool. Ja. Dat is echt cool. Tom Testeron was dat destijds. Dat ik dacht van, holy shit. Mm-hmm. Dit is sick. Maar ik denk dat voor veel mensen van onze leeftijd toch ook wel gewoon een cool icoon. Voorbeeld hier. Ja, een iconisch. Ik heb Julie van de Steen laatst mogen ontmoeten. Dat is crazy. Tegenvallen. Nee, maar die echt... stinkt. Ja, dat kun je gelukkig niet zien. Nee, maar het is gewoon crazy hoeveel mensen ik al heb mogen ontmoeten waarvan ik nooit gedacht had dat ik die ooit zou zien buiten een tv-scherm of zo. Ah, ja. Dus dat soort dingen vind ik graaf. En ik denk dat als ik dat zou kunnen doortrekken door Nederland en weet ik veel welke landen, dat zou cool zijn. Ja, heel goed. Dat is heel belangrijk dat we moeten doen. Want elke nog? Week... Oh, yo, Julie, de voorbereiding dat er in deze podcast steekt. Nee, elke week zoeken wij hier een Twitter-shout-out van de week. Dat is iemand die... Twitter, nieuwe dingen. Nee. Veel mensen hun ding niet. Maar ik vind het gewoon een leuk platform als je gewoon de juiste pagina's volgt. Elke week vraag ik om de gepinde tweet op mijn Twitter te retweeten. En een van die mensen krijgt een shout-out in deze podcast. Krijgt ook stickers en sinds kort €50 aan Zalando tegoed. Hm? Ja. Oh my god, is dat een sponsor, ja. Crazy, hè? Oh my god, dat crazy. Is de eerste keer. Shopper. Ik probeerde dat laatst te ontkennen in de comments, maar ik ben dit al 4 jaar aan het doen, zonder dat iemand ooit financieel gesteund heeft. En ik was fucking blij met die sponsorship. En die zei van, wow, niet te... In ieder geval, ik kan je laten scrollen. 400 retweets. Eline Elewoud. Eline Elewoud, mooi. Elewoud. Doe mensen denken aan Karel en de Elegast. Thank you very much om te luisteren, Eline. Ik apprecieer het heel erg. Jullie heeft het ook geapprecieerd, denk ik. Zeker. Ik ga je stickers opsturen en een Zalando-code voor €50 als je mij gewoon een DM stuurt op Twitter. Oké. Okay. Stuur ook uw adres, want ik heb vorige keer iemand gehad die zei van, hey, ik heb stickers gewonnen. Ik zei, cool, stuur mij uw adres, dan kan ik ze opsturen. Daar heb ik nooit meer iets van gehoord. Dus best wel lastig. Oh. Dus het is handig als je mij ook ineens uw adres stuurt, dan fixen we dat in 1 keer. Is er iets waar jij nog heel graag over wilt praten? Nu dat we nog even tijd gehad hebben om erover na te denken? Nee, eigenlijk niet. Maar ja, joh, het is uw podcast, hè. Ja, ik had eigenlijk de voorbereiding beter moeten doen, hè. Ja. Wat heb je gedaan eigenlijk van voorbereiding? Want... Hier staat spaghetti of boterhammen. Maar even daarover, ik eet ook wel heel graag boterhammen. Ja? Ja. Wat is dan de favoriete... Boterham met kaas. Ja, maar geen wit. De boterham, hè, niet. Geen witte...
Geen witte boterham. Nee, dat is zo wat... Ik heb daar heel veel trauma's aan, omdat vroeger... Ik heb op een echt zo'n uber-katholieke school gezeten, waar zo zelfs nog een oude non rondliep. In de refter kwam controleren of dat wij ons korsten opaten. Die had wel effectief een functie in de school. Dat was niet heel gewoon rondliep. En wij verstopten dan zo onze korsten zo onder de tafel. Zo. Je hebt dan zo'n inhammeke. En als je je dan betrapte daarop, moest je die korsten die daar soms al jaren opeten. Oh, fuck. Opeten. Dat is fucking raar. En dat doet me altijd denken aan witte boterhammen. Ah, dat is echt zoals een hond die gekakt heeft op de vloer, zo met zijn neus erin. Dat is dat echt gewoon. Dat is vies, hè? Ja. Die oude korsten opeten. Ik heb het nooit moeten doen, hoor, maar... It's ja, met schimmel en zo, hè. Ja. Het enige wat wij ooit misdaan hebben... Nee, dat is wel meer dan wij misdaan hebben. Op mijn middelbare school stonden er in de refter altijd suikerklontjes op tafel voor bij de thee. En na ons jaar was het er niet meer, omdat wij elke keer dat we gingen eten gewoon het smijten waren met die suikerklontjes. Dat was echt oorlog. Dat is zo. De leerkracht draait zich om. Al die suikerklontjes, die draait zich terug om en dat ligt gewoon vol met suiker. Leerkracht met één oog. Ja. De suikeroorlogen van 2012. Echt een ding. Dat is echt een ding. Nee, maar letterlijk, iedereen die nu op een middelbare school zit, die weten dat. Dat is echt mijn kleine broer ook, die er dus jaren later ook naartoe is gegaan, die weet van jullie zijn het jaar dat gezorgd heeft dat wij geen suikerklontjes meer vallen. Dat is zoals dat ik het jaar was dat er geen 100 dagen was. Ja, omdat er iemand... Ben aan het twijfelen of ik zijn naam ga zeggen of niet, maar dat is Chris. Oh, shit, een gebruikletter. Chris, dat is ook zo'n rare naam, vind ik, voor iemand van mijn leeftijd. Maar bon, die had zo boomerhumor. Ja. Nee, die had zo... dus de avond voor de 100 dagen is iedereen zo wat dronken. Ja. Die had zo allemaal vuilzakken over de schoolpoort gesmeten. En daar kon, dat was echt super dom en miniem eigenlijk. Maar daardoor hadden wij geen 100 dagen. Echt, hebben wij zo helemaal geschminkt. Want je hebt dan zo'n opkomst en zo. Zaten we daar zo helemaal geschminkt tot van 8 uur 's morgens dan tot in de namiddag gewoon zo te wachten. Wie dat er zou opbiechten dat hij het gedaan had. En dat was dan Chris. En heeft hij dat dan op zijn minst iets of wat vroeg in de dag? Laatste moment. Stom. Het allerlaatste ding dat we echt moeten doen, we creëren hier altijd een comment. Dus voor de mensen die tot dit punt geraakt zijn in de podcast, als een soort bewijs dat ze hier geraakt zijn, creëren wij een comment. Dus ik ga zo een zelfstandig naamwoord zeggen en jij mocht een bijvoeglijk naamwoord zeggen. Ah, ik ben een twijfelaar. Ik kan niet goed kiezen. Ik heb echt keuzestress. Dat is oké. We gaan het gewoon de knop doorhakken. Nee. Jawel, het eerste woord dat in je hoofd opkomt. Zijn we aan het pushen? Je mocht beginnen tellen. Nee! Nee, wacht! Nee. Wacht! Nee. Boekenkast. Kwaadaardig. Kwaadaardig boekenkast. Dat is hem. Kwaadaardig boekenkast. Waarom denk je daar ook aan? Dat is een heel goeie. Misschien ben ik wel ziek. Kunnen we dat ook gewoon nog eens deep dive doen? In de psychologie. Kwaadaardig boekenkast. Want we doen het hier, zoals Mathieu Terrein zei, fout... Op de goede manier. Of goed op de foute manier. Eén van de twee. Kwaadaardig boekenkast in de comments van deze week. Dropt in de comments als je geluisterd hebt op dit punt. Thanks trouwens als je dat gedaan hebt. Heb jij je geamuseerd? Ja, tuurlijk wel. 5 op 10. Tuurlijk wel. Ik miste William. Ja. Ik miste William. Ja. Hij dus echt uitdrukkelijk niet. Hè. Ja, ik weet gezegd... het, maar weet wel wat er gebeurd is. Want... Ik ga vragen of hem u een briefje kan sturen. Is het omdat ik stink? Jij zegt het nu. Maar het is goed om de dingen te benoemen. In ieder geval, super bedankt om langs te komen. Heel graag gedaan. Dank je dat ik mocht. Uiteraard. Was gezellig. Yo, als je aan het kijken bent naar deze podcast, check Instagram, want Maarten is hier tegenwoordig constant foto's aan het maken. Dus de foto's zijn goed tegenwoordig. Niet gewoon een fisheye, camera, foto. Dat was echt dat vroeger. Maar momenteel gaan we goede foto's hebben. That's it. Like, abonneer, al die goede shit is goed voor mijn ego. Tot volgende maandag. Peace.